Ik dacht gewoon, oh, postbezorger of zo. Want dat is ook altijd heel irritant als er kinderen staan en dan gaat de bel. Je moet wel checken, want misschien is de postbezorger. Dus je moet altijd toch kijken. Nou, stond die gast, dus ik doe de deur. Hij stond ook echt voor de deur, dus hij stond voor het hek, maar echt voor de deur. Hij zo, meneer, uw achterklep staat open. Zo heel netjes. Ja. Maar hij was van Natas en zij wisten natuurlijk dat Natas niet op slot kon. Ja, hè? Ze waren hier niet, omdat ze ons niet kenden. Dus hij stond zo met, ja, wij komen uit Ridderkerk. Nou, als je dat daar doet, dan halen ze hem helemaal leeg. Dus ik wil het gewoon als tip geven, weet je wel. Van, anders wordt misschien uw auto leeggehaald. Dus ik zeg zo, ja, er ligt toch niks in, dus dat maakt niet uit. Maar ik dacht, ja... Zij wisten niet of zo dat ik had gezien dat zij al de hele tijd stonden. Maar dat zei je niet? Nee, ja, ik stond eerst gewoon, dus ik dacht, ja, wat ga je nou doen? Ik zei, ja, er ligt niks in, behalve een paar bier. Oh, mogen die man meenemen? Ik denk, natuurlijk niet, man. Halve zo.